De Inter-American Development Bank, IDB, heeft een bedrag van 150 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar gesteld voor Suriname. Het geld is onder andere bedoeld voor de verdere financiering van het sociaal programma van de overheid. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering. Hij stelt dat de verdere gesprekken met het Internationaal Monetaire Fonds, IMF, ook goed lopen. We zijn bezig. We zijn bezig op dit moment op basis van de afspraken die zijn gemaakt met tussen de president en mevrouw de directeur, Georgieva. En op basis van die afspraken om te gaan naar een draaglijker programma met een sociaal gezicht. Daarmee zijn we bezig. En in feite kan ik u zeggen dat de gesprekken goed gaan. Wij hopen dat binnenkort we die kunnen afronden. Er is wat informatie nog te verstrekken van onze kant uit. En wanneer dat allemaal gebeurd is, hopen we dat we niet een nieuw programma, maar een aangepast programma hebben. En ook het sociaal programma wordt opgesteld als onderdeel daarvan. Waarbij ook financiering beschikbaar zal zijn vanuit die fondsen. Ik ben blij ook dat we kunnen mededelen dat vandaag is goedgekeurd een bedrag van 150 miljoen voor Suriname. De bewindsman zegt dat de ondertekening van het papierwerk binnenkort zal plaatsvinden in Suriname. De ondertekening moet gewoon een feit worden waardoor het geld in de economie gepompt kan worden. Binnenkort zal hier ondertekend worden in 2 weken tijd. En daarmee gaan we ook een deel van het sociaal programma kunnen financieren naast allerhande andere projecten en initiatieven. Dus u ziet, het is niet, ik weet dat het moeilijk is, maar langzaam maar zeker zien we toch dat we een stukje normalisatie krijgen voor wat betreft het financieringsvraagstuk en het ontwikkelingsvraagstuk. Ik ben ervan overtuigd dat we op het goede pad zijn, de goede richting uitgaan en dat het langzaamaan maar zeker beter gaat worden. Zeker wanneer we in staat zijn het sociaal programma dat zo meteen besproken zal worden door de regering in de regeringsvergadering later op de dag om dan zeg maar het leven draaglijker te maken voor een groot deel van die Surinaamse samenleving. De minister merkt ook op dat er gesprekken lopen tussen Suriname en Guyana op diplomatiek gebied ten aanzien van visvergunningen. Gisteren en vandaag zouden er wat gesprekken gevoerd worden in dit kader. Ramdien zegt verder dat de Tigri-grenskwestie op agenda staat voor eind van het jaar.